Voorzitter, tot 20 maart liep er een internetconsultatie voor een ministeriële regeling om evacuees uit Gaza voorrang te geven voor een sociale huurwoning in ons toch al overspannen woningmarkt. Eerder is dat al gedaan voor evacuees uit Soedan. Ik wil graag een brief van de minister van BZK waarom hij voor dit instrument kiest en niet voor andere oplossingen kiest. En daarna wil ik erover in debat. En ik wil ook van de minister de garantie hebben dat hij de ministeriële regeling niet vaststelt dan nadat er met de Kamer over is gesproken. Ja, de heer Matlijner. Ja, van harte steun. Ja, ik kan gewoon uw opmerking doorgeleiden. Als het over de brief gaat, heer... Ik kan ook een debat. Ja. Maar het debat, daar wil ik even een meerderheid voor hebben. De heer Peter Groot. Ja, harte steun voor de vraag, voor de brief. Maar wij zouden daarna toch eerst eigenlijk met een schriftelijk overleg daarover willen starten, als dat noodzakelijk is. Ja. En dan pas naar een commissiedebat en debat. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, evacuees uit Gaza. Daar gebeuren op dit moment verschrikkingen. Het lijkt mij zeer verstandig als de regering gewoon gaat uitvoeren. Namelijk dat ze een woning krijgen. Dus ik zou helemaal niet willen oproepen tot frustreren of wachten op een brief of een debat. Dus geen steun voor dit verzoek. Kostic. Ja, voorzitter, ik vind deze poging van de BBB om kwetsbare groepen weer tegen elkaar op te zetten echt schandalig. Dus absoluut geen steun voor dit debat. De Gunwis. Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij het voorstel van collega Peter de Groot van de VVD. Het gaat slechts over 4 gezinnen. Dat vind ik voor een plenair debat echt wat weinig. Hoewel ik het, de gevoelens over de regeling me helemaal kan voorstellen, die is toch vrij overbodig. Dus geen steun, mevrouw Koekoek. Geen steun. De Krul. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Gunwis. De heer De Hoop. Geen steun voor een debat. Itzinga. Geen steun, voorzitter. Van Houwelingen. Steun. Vlag. Steun, voorzitter. U heeft geen meerderheid, mevrouw Keizer. Voorzitter, ik wacht de brief af en ik denk dat het een goed idee is wat de heer Peter de Groot voorstelde om in ieder geval een schriftelijk overleg te starten. Maar dat moet niet hier, dat zal ik op de juiste plek doen. En als ik niet tevreden ben met de antwoorden van de minister, kom ik hier gewoon weer terug, voorzitter. Ja. Want het zijn weliswaar kwetsbare groepen, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen op zoek naar een betaalbare huurwoning.